Het traditioneel gezag, de actievoerders DC Oseyabini en de directie van Nieuwmond Suriname hebben vandaag de Lange Tabiki met elkaar gesproken over de perikelen tussen de goudmaatschappij en de Pamaka-gemeenschap. De laatste is woedend over de houding van het bedrijf naar hen toe voor wat betreft het nakomen van gemaakte afspraken. Volgens kapitein Asaf Hofwijks, die aanzat bij de Kroetoe, heeft het geheel een goed verloop gehad. Echter vonden de dignitarissen het niet zo fijn dat de Nieuwmond-directie slechts wilde luisteren. Ze hadden gehoopt dat het bedrijf met directe oplossingsmodellen zou komen. Nieuwmond, no one out of passie moro, maar ik vraag nog om voldoende aan de eisen. Ja. Zijn gemeenschap wani. Ja. Ja. Hoe dan? Maar stop de boef dat op passie bakant. Dat is dat kan, dat is moro gevaarlijk. Oké. Okay. Maar nu, we takken nu, dus we contact wang wat oplossing? We hoop dat we contact wang oplossing. Nang atrakroet die we ook roet toe. Ja. Maar atrakroet zou ook roet toe voeren, contact wang oplossing. Da. Au godoro. Oké. Want daar nog een tas toe. En zat Nieuwmond tegen precies? Nieuwmond, de Nieuwmond, doe daar bij nog een woord voor takken aan jou. Want die actie, dat je dat je in een trakroutu, die actie met je in een trakroutu daar de bereiden voor, moet dat alles aan je aan gaan. Oh, dus nu nu den konf arki gewoon? Ja, de arki gewoon. Ja. Dat de goeie maus heeft, dat je goeie goeie maus. Zo, de wel dat je, als je steen van de notak next, dat aan op moet dat ze, als je lekker de nekeru. Ja, ja, ja. Is hè? Ja, ja. Dat de actie pardon heb is dat je. Oké. Mijn naam Lee. Ja. Dus daar. A volgende kruutu. Ja. De waard is zadio taki. Maar aan de duidelijk ottinga kruutu dat te horen. Binnen om een ting. Onopot datum meten, want a gramma moet beslissen a datum dat je ontinga kruutu hoort. Een van de zaken die ten grondslag ligt aan de prikkelen met Nieuwmond is dat het bedrijf de gemeenschap nog steeds geen concessie kan toewijzen voor kleinschalige goudmijnbouw, zegt Hofwijks. Om een jaar ik ben, die beloofde nummer de negen. Plus de overeenkomst dat betekent tussen Nieuwmond en de Paramakaanse bevolking negoboom. Ja. Afons. Afons. Afons neurokobo. Agemeenschap taki. De kom. Taki de otapo apashi. Otapo apashi. A traditioneel gezak takana de otapo apashi aan de open. Ja. Dat je de obes doen werkelijk na taki. Ja. Maar zo net kan de. Wat afuurup saposi in je opok mopo na kruto. Da. De bevinden ze refi. Okay. Nog helemaal eten. Ja. Maar tja, taki voor de bevinden ze refi. Ja. Maar ja. Mi beheren ook to taki a gemeenschap voor Pamaka tak wa lok project, lek wa watervoorziening, en atras het project sa Nieuwmond bev Duga gemeenschap, den project dat nog kon boom tot uiting. Ja. In de data de sotru wat eerste project hebben we voor water project dat is door lang het tabiki. Ja. En tot nu toe tjanga no eten dat onoma drinja watra en a project nee functioneer want no of de kerna watra machine nee draai. En dat ook toe de tjanga nieuw mond voor akose eka nieuw baka maar dat ook toe aan odu. Ja. Dus tjanga no van makas dong in a probleem dat eten voor watra sani. Nieuwmond Suriname directielid Shirley Soma Sumter zegt dat het niet alleen aan het bedrijf heeft gelegen dat projecten gefinancierd door de Community Development Fund niet altijd zijn gelukt. We spraken haar vrijdag nadat de avond ervoor de wegversperring op de weg naar Patamaka door de politie was verwijderd. Maar er zijn een aantal projecten die uitgevoerd zijn en sommige succesvol. Maar sommige ook niet succesvol. En ik denk dat we in alle eerlijkheid moeten kijken wat de reden daarvan is. En ik weet dat bijvoorbeeld het waterproject, dat hebben we opgeleverd. Ten aanzien van de duurzaamheid daarvan.
zou er wat meer betrokkenheid kunnen zijn van de gemeenschap en van de overheid. Dus ik wil niet ingaan op specifieke projecten, mm-hmm. maar laat me zeggen dat het een veelheid van factoren is die ervoor zorgt dat projecten niet succesvol worden uitgevoerd. En daar is Newmont niet altijd verantwoordelijk voor. Het is nog niet bekend wanneer het vervolg van de Kruto met de Pamaka-gemeenschap zal plaatsvinden.